Goedendag, ik ben Daniel Thijssen, 17 jaar. Ik ben woonachtig in het Grashoek in Noord-Limburg. Ik doe de opleiding eerste bedrijfswagentechnicus bij het Summe College in Helmond. Ik zit hier achter stuur van de grootste oldtimer van Nederland. En naar mijn weten misschien ook wel de grootste DAF ter wereld. Mijn vader heeft deze bus in 2003 gekocht. Daarbij had hij hem gered van de sloop, want hij stond op het punt om vernietigd te worden. Ah, daar heb je hem toevallig. Mijn ouders zijn allebei internationaal touringcarchauffeur geweest. En van hun zal ik waarschijnlijk het touringcarsvirus / busvirus wel hebben meegekregen. Het meest leuke wat ik aan deze bus vind, dat is toch wel de techniek die eronder zit. En dan met name de verborgen techniek. De motor en de aandrijving. Maar ook de bediening om de achteras te kunnen laten sturen. Mijn ouders hebben destijds het huis gekocht op de bus. Want niet veel huizen hebben en zo'n grote loods erachter zitten om die bus in te kunnen stallen. Deze DAF-bus is in 1980 gebouwd als prototype. In totaal zijn er 3 geweest en is de enige die er nog overgebleven is. Het is een zogenaamde geledenbus. Sommige mensen kennen hem ook wel als harmonica-bus. En het houdt in dat hij eigenlijk in het midden scharniert. Waardoor je eigenlijk een soort van aanhanger achter je bus hebt, maar die zit er eigenlijk gewoon aan vast. Deze bus is gebouwd voor pendelreizen naar Spanje en door de extra lengte kunnen er 73 personen in. In totaal is die dus ook gewoon 18 meter. Sinds dat ik kan lopen ben ik al mee aan het opknappen aan deze bus. Maar voor 5 jaar terug is er een aankondiging van evenement geweest en is dat allemaal in een stroomversnelling gekomen. Toen hebben we binnen een jaar tijd deze oldtimer mogen en kunnen opknappen. Mijn hele familie heeft zo meegeholpen met het restaureren van deze touringcar. En speciaal mijn oma. Mijn oma had 73 kophoesjes van een malletje na moeten maken. En ik vind ze vrij goed gelukt. Helaas, omdat ik 17 jaar ben, heb ik geen rijbewijs. Het enige waar ik wel rijbewijs voor heb is de brommer. Maar met een beetje geluk heb ik snel mijn rijbewijs en dan zou ik hier zo mee op pad mogen. De hele touringcar is weer terug in originele staat gebracht zoals die in 1980 heeft gereden. Daarbij zijn dus de oranje gordijntjes, de bruintje beerbekleding en de bekende kophoesjes. We zijn nog altijd op zoek naar documentatie. Laatst hadden we weer eens geluk, kunnen we op het marktplaats wat vinden. Toen die opgehaald werd om naar de spuiter te brengen, is er een speciale bergingswagen gekomen. En toen was de totaallengte ongeveer 33 meter. Omdat ik een BBL-opleiding doe, werk ik 4 dagen in de week bij een werkplaats. En dat is bij Van Tilburg-Bastiaan in Venlo. Dat is hoofdzakelijk vrachtwagens, maar ik krijg regelmatig toch de uitdaging om er toch nog aan bussen te werken. Daar kan ik geen computer in deze bus. Alles is nog mechanisch geregeld, oftewel ouderwets en degelijk. Mijn vader, die net in beeld was, heeft ook nog veel meer leuke dingen te vertellen over deze bus. Er is inderdaad van alles te vertellen over deze bus. En ik denk dat het filmpje te kort voor wordt. Doordat die bus in 1980 als prototype gebouwd is, is er ontzettend veel materiaal van bewaard gebleven. Op advertentiegebied, de originele folders, originele tekeningen, reclamefolders van DAF, advertenties zoals die in alle vakbladen gepubliceerd zijn. Je kunt het zo gek niet bedenken. En zo voor en na, ondanks na 40 jaar, komen we nog steeds nieuwe dingetjes tegen waar we weer de historie van dit voertuig mee kunnen aanvullen. Er blijven zoveel verhalen komen van oud-chauffeurs, de avonturen wat ze met deze bus mee hebben gemaakt. Als ze naar Spanje reden, dat ze de reservecompressoren mee moesten nemen omdat er regelmatig eentje onderweg sneuvelde, dat die onderweg gewisseld moest worden. Alles wat ze onderweg meemaakten, dat kun je zo gek niet bedenken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het filmpje en dat ik veel heb kunnen vertellen over onze gedeelde passie. Bedankt!